Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, heeft vanmorgen het finaal concept Nationale Red Plus Strategie gevalideerd. Het doel van de validatie is de inhoud van het concept te presenteren en aan de hand van eventuele feedback zal de conceptstrategie gefinaliseerd worden. Volgens Winston Lakin, ambassadeur milieuaangelegenheden, is dit een cruciaal meetmoment voor een terugblik op waar Suriname begonnen is met de Red Plus strategie. En het schijnt alsof die dingen aan elkaar verbonden zijn en dat het geen toevalligheid is. Wanneer Red Plus strategie, zoals u net vernomen heeft, in 2017 begonnen is, heeft Suriname ook in 2017 een hele belangrijke beslissing genomen die rechtstreeks verbonden is aan deze werkzaamheden die door onder andere leadership van NIMOS zijn ingezet voor om te komen tot een gedegen rapport over onze Red Plus strategie en welke plek een Red Plus strategie zou moeten innemen wanneer Suriname bezig is met haar duurzame ontwikkelingsstrategie, zowel kort, midden als lang termijn. Sandra Bihari, projectcoördinator van het Suriname Red Plus programma, heeft een presentatie gehouden over de inhoud van Red Plus en een strategische sociale analyse die is uitgevoerd. Bihari legt uit wat de verschillende fasen van het Red Plus programma zijn. In de eerste plaats de voorbereidingsfase. Dat is de fase waar Suriname zich momenteel bevindt. We noemen het ook wel Red Plus Readiness. En dat heeft te maken met voorbereidende activiteiten die gedaan moeten worden om te gaan naar de implementatie van Red Plus toe. Een van de zaken is bijvoorbeeld dat een nationale Red Plus strategie ontwikkeld moet worden om aan te geven van welke richting een bepaalde land wil opgaan met Red Plus. Er moeten bepaalde systemen worden opgezet in deze fase. Een van de systemen is bijvoorbeeld een nationaal bosmonitoring systeem. Er moet sprake zijn van institutionele capaciteit, capaciteitsversterking en capaciteitsopbouw van diverse groepen, van de overheid bijvoorbeeld. In het kader hebben we bijvoorbeeld een van onze implementing partners binnen het Red Plus programma is de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Dus we zijn ook met die organisaties bezig om te kijken naar een stukje capaciteitsversterking. Sandra Bihari, projectcoördinator van het Suriname Red Plus programma, vanmorgen tijdens de validatie van het finaal concept van de Nationale Red Plus strategie. De meeting is gehouden in de bankethal van Torarica.